Het marktgebouw ligt volgens de DC niet op een goede plek voor marktverkopers. Daarom kiezen zij ervoor om langs de weg hun waar aan de man te brengen. De minister zegt dat de agrarische afdeling van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport goed gebruik kan maken van het marktgebouw voor het uitvoeren van landbouwprojecten. Er moet een gemberfabriek, een gemberproject neergezet worden. En we zijn nu bezig te onderhandelen om te kijken of het bedrijf daar ondergebracht kan worden. De DC vindt het niet aangenaam dat landbouwers van haar bestuursresort hun producten langs de straat verkopen. Er zullen mogelijkheden worden bekeken om in het gebied op een centrale plek een markt op te zetten. Het is vanwege de afstand, de ligging van de markt, dat je niet zoveel aanloop hebt. Die marktventers, die marktverkopers, die vinden dat er niet mensen daar naartoe gaan vanwege de afstand. We hebben wel andere plannen met dit gebouw en we kijken ook uit naar een mogelijkheid om ergens anders een markt te openen, neer te zetten voor de mensen die onder de markt moeten verkopen. Districtscommissaris Olivia Domini van Marowijne Zuidwest. Ze zegt dat hoewel er geen markt is gehouden in het marktgebouw, het gebouw nog bruikbaar is.